De fiets en verder niets. Dat is de titel van de nieuwe expositie bij Galerie Bonnard in Nuenen. Wim Daniëls, schrijver, cabaretier, taalvirtuoos en wielerliefhebber, opent de expositie. Hij doet dat met een aantal vrolijke anekdotes. Ik kwam hier eens een keer aanfietsen. Vanuit Eindhoven ging ik naar Adelrix toe. En dan kom ik voorbij waar Frits den Engel woont, voorbij die molen. Het huis net voorbij die molen. En ik kreeg een lekker band. Ik kreeg trouwens een tijd terug, was ik in Beekendonk, kreeg een lekker band. Bij het kanaal. En toen stopte ik net bij iemand met een bedrijfsauto. En die zei tegen mij, ik breng wel even naar de fietsenmaker. En toen breng ik mij naar de fietsenmaker in Beekendonk. En die riep al van verder, Frans van Tiel. Ik zei, die ken ik helemaal niet. Maar hij bedoelde of ik een band wilde hebben met een Frans van Tiel. De kunstenaars lieten zich niet alleen inspireren door de racefiets. Ook de gewone fiets kreeg zijn plek binnen de gemaakte werken. Aan medegaleriehouder David van der Linden vroeg ik hoe de kunstenaars reageerden op zijn vraag om iets te doen met het thema fiets. Veel verrassend hoe kunstenaars reageren. In de eerste plaats enthousiast. Oh leuk, ik doe wel mee. En dan in de tweede plaats, oh wat moet ik eigenlijk met dat thema en wat is mijn relatie met de fiets? En zou ik het zo moeten doen zoals David en René naar de fiets kijken? En uiteindelijk gaan kunstenaars dan toch hun eigen pad. En op het moment dat dan hun eigen pad gevonden wordt weer in die kunst, dan hebben ze ook weer hun eigen serie te pakken, hun eigen stijl te pakken. En wat we nou dus hier bij elkaar zien, is dat alle kunstenaars hebben uiteindelijk werk gemaakt wat meteen in hun oeuvre past. Alleen, er zit één ding bij wat je normaal niet ziet in hun oeuvre, en dat is dan die fiets. Al gauw kom ik erachter dat de basis van deze expositie medegelegd werd door Wim Daniëls. Ik kom vrij geregeld hier in deze galerie. Meestal als ik met de fiets onderweg ben naar Adelrixel, vanuit Eindhoven naar Adelrixel. En ik heb in mijn kast al heel lang een fantastische catalogus staan uit 1977 van een expositie in Boijmans van Beuningen in Rotterdam over de fiets. En dat moet een fantastische expositie zijn geweest. En heel vaak zeggen galeries, ja, een expositie over de fietsen is misschien niks. En toen heb ik toch David en René weten te overtuigen dat een expositie over de fiets misschien juist wel heel mooi zou kunnen zijn. En dan de onvermijdelijke vraag, wat heeft Wim Daniëls toch met fietsen? Nou ja, ik ben zelf ooit wielrenner geweest. Met als hoogtepunt winnaar van de Ronde van Gerwen bij de Aspiranten. En dan praten we over 1969. En ik ben vooral ook geïnteresseerd in de geschiedenis van de fiets. Die fiets is pas in 1864 uitgevonden. Vandaar dat er eigenlijk ook zeg maar, vrij recentelijk pas werken over de fiets zijn gemaakt in de kunstwereld. Dus Rembrandt en de fiets bestond niet. Vincent van Gogh die had wel over de fiets kunnen schilderijen en tekeningen kunnen maken over de fiets. Maar Vincent die had helemaal niks met de fiets. Die heeft in al zijn werken één keer iets met de fiets gedaan. En dat blijkt een driewieler te zijn. Enige keer dat hij een tekening heeft gemaakt over de fiets. Dus de fiets en de kunst die zijn ook pas heel laat bij elkaar gekomen doordat de fiets laat is uitgevonden. Maar inmiddels is de fiets voor heel veel kunstenaars een echt een mooi inspiratiemiddel. De expositie de fiets en verder niets is nog te bezoeken tot en met 23 april bij Galerie Bonnard in Nuenen.